Er werd geploegd en er werd gezaaid. Daarna geoogst en gemaaid. Op 10 november is het hoog tijd om te dorsen. Diverse machines, oud en nieuw, zullen op 10 november het kaf van het koren gaan scheiden. Maar ook het ouderwetse handwerk met de vlegel zal niet ontbreken. Kom kijken naar wat de oogst oplevert en ervaar hoe graan verandert naar meel.